Robin Pröpper, je bent unaniem als aanvoerder gekozen van Heracles Almelo. Wat voor gevoel geeft je dat? Ja, trots. Ik ben blij dat ik dat mag zijn van Erik Les en dat ook de jongens zo achter me staan. Dus dat is alleen maar mooi. Vorige week was je eerste taak in het Johan Cruijff Arena. Hoe is je dat bevallen? Ja, goed. Als je ziet hoe wij de eerste helft speelden, was het natuurlijk mooi. Was goed om te zien. Veel druk naar voren en ook in de arena, wat je zegt, ja, hebben we gewoon uitstekend gedaan. En, maar ja, dat is nu geweest en nu kijken we natuurlijk weer door naar de volgende wedstrijd. Ja, maar ik bedoel eigenlijk het aanvoerderschap. Hoe is dat jou vorige week afgegaan? Ja, nou, niet anders dan anders. Ja, het enige is, je hebt een band om en that's it. Zeg maar. Je moet het tos doen en voor de rest ja, probeer ik gewoon mijn eigen wedstrijd te spelen zoals altijd. En dat is voor de rest niet heel erg veel verschil. Nee. Ik merk aan jou dat je tevreden bent over het resultaat van vorige week. Het had zelfs een overwinning kunnen zijn, maar 1-1 in Amsterdam is niet slecht. Nee, ja, ik denk, als de geschiedenis ook bekijkt volgens mij van Erik Les uit bij Ajax, is niet heel goed. En als je dan gewoon een puntje meeneemt, doe je het gewoon hartstikke goed. En, wat je zegt, we hadden het misschien af en toe recht op meer. En helaas is dat niet gebeurd. Nee, we hebben wel gewoon een puntje meegenomen, dat is mooi. Dat is een bonuspunt. 1964 was de laatste winst in Amsterdam. Nou, toch mooi nog meer geschiedenis kunnen schrijven. Hè? Ja, helaas. Maar ja, het is niet anders. Goed, Adolf Den Haag, zaterdagavond in het Palmo stadion. Eerste thuiswedstrijd. Hoe kijk je daarnaar uit? Ja, mooi. Eindelijk weer in het eigen stadion. Publiek erachter. Ja, wat wil je nog meer? Mooi, als het goed is, mooi weer. En we gaan gewoon knallen. En ik hoop op een mooi resultaat. Ja. We zagen Rosman niet in het team vanavond, of vanmorgen. Betekent dat dat hij misschien niet speelt, omdat hij de hele week ziek is geweest? Ja, hij is natuurlijk ziekjes geweest. Dus dat is vandaag de eerste dag. En, daar ga ik niet vanuit dat hij morgen speelt. Desalniettemin heb jij een goed gevoel bij die wedstrijd? Ja, tuurlijk. We hebben goede kwaliteit binnen het team en ook goede kwaliteit om dat op te vangen. En, ik denk dat niet moet uitmaken. En we zullen nog meer strijden voor die 3 punten. Dat moet goed komen. Is het niet heel vervelend dat het hele stadion rekent op een overwinning? Nou, kijk, er zijn hoge verwachtingen, maar bij ons ook. En, wij willen laten zien wat we kunnen. We willen alles aan doen en laten zien wat we geleerd hebben de afgelopen tijd. En, dat hebben we vorige week al uit bij Ajax mogen laten zien. En nu is het gewoon een uitstekende wedstrijd om dat weer te laten zien. Wij hebben ook hoge verwachtingen en we willen die 3 punten pakken. En ja, daar gaan we gewoon alles voor doen. En, ja, meer kunnen we er niet van maken, toch? Ja, gewoon alles geven. Sterk punt is natuurlijk dat als er een speler wegvalt uit het basisteam, dat er weer ik weet niet hoeveel achter staan van bijna hetzelfde kaliber. Ja, nee, dat hebben ze dit jaar goed ingekocht, denk ik. We hebben een grote selectie, maar ook meer kwaliteit binnengekregen. En zoals je zegt, je kan het goed vervangen. En dat is de kwaliteit van dit team, denk ik nu. Dat we gewoon veel spelers hebben van kwaliteit. Ja.